Deze zomer openen acht eigenaren van Bed and Breakfast niet alleen hun deuren voor vakantiegangers, maar ook voor potentiële liefdeskandidaten. Een van hen is Arno van Wilpen, die zijn opwindende avontuur begon nadat hij genoeg had van kantoorbanen en mislukte relaties in Nederland. Hij besloot zijn geluk te zoeken in het pittoreske Paysac, waar hij een charmant boerderijtje kocht. Te midden van de betoverende natuur van de Dordogne-regio in Frankrijk omringt Arno zich met zijn eigen kippen, een boomgaard en een moestuin. Trouw aan zijn enthousiasme voor het buitenleven, klust Arno aan zijn gastenkamer en bouwt hij drie vakantiehuizen, een ware handige Harry. In zijn vrije tijd geniet hij van wandelingen met zijn trouwe metgezellen Louise en Lucas. Hoewel Arno een levendig sociaal leven leidt, blijft hij op zoek naar een levenspartner om zijn avonturen te delen. Zijn ideale match? Een gezellige, ondernemende en stoere man, bij voorkeur gezond en fit, klaar om samen het Franse leven te omarmen. Misschien komt Tantra Walter van vorig seizoen wel om de hoek kijken, hij woont niet ver weg en heeft Arno zelfs al om advies gevraagd voor zijn eigen avontuur op BNB Vol Liefde. Of dit nu een goed idee is, zal de tijd leren.